Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Anschaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 52. Ronde nummer 4 van seizoen 4 gaat dus beginnen. Een langere video dan normaal. Waarom? Er zit een sprintrace in. Nu zeg ik goed, een sprintrace. Dus twee races in één aflevering. Geweldig! Maar goed, hebben die vorige video gemist in China, waar we onze allereerste overwinning van seizoen 4 hadden behaald. Zal ik die eerst even terugkijken, voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtgewoon het ietsje. Klik erop en zal die video verschijnen. We zijn Verstappen benaderd op 10 punten. Dus misschien kunnen we vandaag wel de leiding over gaan nemen van de landgenoot. En ja, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneren vooral voor meer de wekelijkse F122 My Team Career Mode content. Ik wil jullie namelijk ook alvast een prettig kerst wensen. Het is vandaag 24 december. Eerste kerstdag is zondag, dus morgen. En nu is het dus kerstavond. Dus geniet ervan. Ga lekker met je familie iets leuks doen. Goed verhaal. Ja, weet ik het wat. Maak er iets moois van. Maar goed, dan is het voor ons in ieder geval tijd voor de kwalificatie. Voor aflevering nummer 52 van F122 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Het is hier nogal flink bewolkt. Maar dat gaat, na verloop van tijd gaat dat dus wegtrekken. De zon komt er gewoon tussendoor. En wij gaan dus kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Hetzelfde geldt voor Michael Schumacher. Kijken wat hij kan doen hier in Imola. Eerste bocht missen wij daar een beetje de apex. Kom aan bij het laatste deel van mijn eerste run. Vond dat beter, terwijl Yuki Tsunoda even de snelste tijd neerzet. En dat verbeteren wij, terwijl wij even de voorvleugel beschadigd hebben geraakt. Dat is allemaal gewoon goed gekomen, want we zijn door naar het tweede kwalificatiedeel. Iedereen is dus nu naar buiten voor een tweede run. Wij gaan het maar bij één ronde houden en doen het hier even rustig aan. Omdat iedereen zometeen elkaar denk ik gaat ophouden. Moet ook rekening houden omdat daar volgens mij Lance Stroll daar even rijdt. Die rijdt niet al te ver achter ons. En Mark zet even wat extra druk op de ketel. Dankjewel man, dat wist ik nog niet. Hè? Ik wist niet eens dat we nu nog niet door waren naar Q3. Goed, kijken of wij door kunnen gaan naar het derde kwalificatiedeel. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. In eerste bocht nemen we goed. Klein beetje dat broodje aangedikt, maar het is geen probleem. En de vlag hangt uit en de beide Schumachers zijn naar P12 en 13. Vader en zoon naast elkaar. En wij komen bij start-finish. En jazeker, we zijn door naar Q3. Een negende positie. Goed gedaan. En dan zijn we aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel. Q3 dus. Hier gaat dan de strijd om pole position. Kunnen wij hier dan Ferrari pijn gaan doen? Misschien Red Bull pijn gaan doen? Want in de vorige wedstrijd deden we dat juist. Toen wonnen wij onverwachts de wedstrijd. Kunnen wij er 2 uit 2 maken? Net als Max Verstappen aan het begin van het seizoen. En dan komen we aan bij de laatste bocht. En is het vol gas. Wel, Yuki Tsunoda weer even de pole position noteert. Maar die pakken wij af met een 1:16:3. Pole op dit moment. Maar dan is Max stappen sneller gegaan. En dan zijn we aanbeland bij het einde van Q3. Wij noteren even groen in sector 1. Komen 0,3 tekort op Verstappen. Met nog ongeveer 30 seconden op de klok. Leuk feitje, Max won de eerste 2 races. Wij wonnen de vorige wedstrijd. Dus tot nu toe heeft Nederland alle grote prijzen gewonnen die er tot nu toe verreden zijn in seizoen 4. De vlag hangt uit in Q3. Pakken wij de pole af van Verstappen? Het antwoord is jazeker.
pole position voor de sprintrace. Goed gedaan. Uitstekende ronde. Een tiende los van Sainz. Verstappen terugverwezen naar de derde tijd. Gasly 4, Leclerc 5, Tsunoda 6. Enzovoort, enzovoort. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de sprintrace. Voor aflevering nummer 52. Daar gaan we dan. Welcome to today's sprint. This is shaping up to be another fantastic weekend. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. The professor lines up on pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Gasly, Charles Leclerc, and Tsunoda. Perez, Fernando Alonso, Russell, and Lando Norris. Magnussen, Joe, Michael Schumacher, and Mick Schumacher. Tictum, Albon, Teo Pourchaire, and Esteban Ocon. Latifi, Stroll, Schwartzman, and Oscar Piastri. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Sorry hoor, maar Codemasters moet echt even die voices even gaan aanpassen voor F1 2023. Maar dit is al de tweede keer dat Priestley het nodig vindt om even opgewonden te raken en lekker in mijn oor zo te spreken. Dus Codemasters, fix jullie shit. Maar goed, de sprint starten op de miniband. Er kan regen misschien komen, maar ik verwacht dat de kans klein is. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Die begint hier niet al te best. Ik zat niet echt op te letten, daardoor gaf ik veel gas tijdens het sturen. En dus zijn we de auto kwijt. Geen paniek, want we halen iedereen gewoon weer in. Waarom? We zijn eigenlijk gestart als de eerste plek. Dus we moeten weer terug naar de eerste plek met koude bandjes. Dus die banden warmen. Worden ook weer goed opgewarmd. Ik weet niet wat ik daarnet zei. Ik zei het toch. Hier even Charles Leclerc voorbij. Dan daar even Pierre Gasly inhalen. Mooi via die buitenkant. Maar goed, het is een formatieronde, dus ja, dan kan dat. Zometeen even Verstappen inhalen. Terwijl de banden toch nog op temperatuur komen. Goed gedaan. En hier is het dan Carlos Sainz. Die even dacht aan de lijn te rijden. Nou, dat is dus niet het geval. En dan komen we aan bij de gridslots. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 52. De sprintrace gaat van start. Komen goed in de gridslots. En staan een beetje naar de rechterkant. Om Sainz zo meteen af te knijpen. Als dat lukt. Mochten wij een goede start hebben. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 52 van F1 22. My Team Career Mode. De sprint hier in Emilia-Romagna gaat beginnen. De lampen gaan aan voor 11 rondes lang knokken voor wat we waard zijn. En ze zijn uit en we zijn onderweg. Flink wat duels van al te pakken en Sainz is al beter weg. Sainz aan de leiding in de grote prijs van Emilia-Romagna. Daar is ook Verstappen aan de buitenkant te kijken. En wij maken hier een do-or-dive actie en dat doen we zeker. Raken net niet Sainz, maar hebben wel de grindbak volledig getrotseerd. Verstappen naar P2, Sainz naar P3, heeft twee plekken verloren. Leclerc naar P4, Gasly 5 en wij dus nog steeds aan de leiding in de grote prijs. Een prima start. Ronde nummer 2 is het. Als het daar geel is in sector 1, valt iemand stil. En dat is volgens mij Fernando Alonso. Die gaat uitvallen in de sprint. 0 punten voor de Alpine-rijder en moet dus sowieso helemaal van achteraan starten in de hoofdrace. Pijnlijk voor de tweevoudig wereldkampioen. Tot nu toe leiden wij nog steeds de wedstrijd, hebben ook de snelste raceronde in handen. Met een 1.27.3. We stappen naar P2. Sainz
P3, Leclerc, 4, Gasly, 5, Waarheid, Michael Schumacher, geen flauw idee. Maar goed, wij moeten gewoon focussen op onze eigen wedstrijd en als het zo eindigt, dan pakken wij 8 punten. En dan is het verschil met Verstappen nog maar 9 punten. Maar dan zitten we in de derde ronde van de race. Als Verstappen eraan zit te komen, pakt de snelste race ronde van ons af. Kan hier kijken naar de binnenkant, wordt daar flink geblokkeerd. Kan er toch langs, vindt daar een gaatje, we raken elkaar daar en wij moeten daar de escape route nemen. Hoeven die plek trouwens niet terug te geven. Interessant, en Sainz zit al gelijk terug aan te vallen bij ons aan de buitenkant. Lukt. Ja, dat lukt, maar weten we net niet goed ernaast te prikken. En hier gele vlag en dus kan er niet worden ingehaald. Herhaling wat er is gebeurd met Fernando Alonso in de tweede ronde. Ik denk een mechanisch probleem, geen versnellingsbak. Want anders zou er wel rook uit de Alpine komen. Of de Renault motor heeft problemen, die Haas moest er even echt goed opletten. En hier is dus de wedstrijd voor Alonso gezien. Ronde nummer 6 is het dan. Als we daar een klein beetje een concentratiefout maken. Gele vlag in sector 1. Want daar staat iemand stil of heeft iemand stilgestaan. Volgens mij is dat Mick Schumacher. Ik wou Michael zeggen, maar Michael hoort bij ons. Mick Schumacher, is hij gespind? Of is dat Guan Yu Zhou geweest? Weet ik niet zeker. We moeten zo meteen even terugkijken in de herhaling. 1 uitvaller dus, Fernando Alonso. En nog 5 rondes eraan in de race. Gat naar Sainz is alweer 3,7 seconden. Dat wordt alleen maar vergroot deze ronde. Gele vlag. In dezelfde ronde dat Zhou is gespind, valt er iemand stil volgens mij. Denk ik. Of er iets anders gebeurt. Yuki Tsunoda uitgevallen in de sprint. En we zitten in de 7e ronde van de race. 2 uitvallers, Alonso en Tsunoda. Herhaling van Mick Schumacher is het geweest. Mick Schumacher voor zijn vader Michael. Oh, en die heeft al een klein moment in de eerste bocht. En daardoor vergalopeert hij zich in de tweede bocht. Ik zeg dat woord niet goed, maar dat boeit niks. En Schumacher dus een aantal plekken verloren. Maar weet zijn auto wel uit de vangrail en uit de grindbak te houden. Goed gedaan van Schumacher. En hier een herhaling van Yuki Tsunoda aan boord bij de Japanner. Op de exit is het volgens mij gedaan. Ja, daar wordt al groene vlag gezwaaid. Nu is het geel. Tsunoda is uitgevallen eigenlijk. Parkeert zijn auto zometeen bij de eerste marshal. Komt daar trouwens nog wel even gevaarlijk terug op de baan. Die Williams moest daar echt even uitkijken. En Tsunoda dus gestrand. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. Waarom? Er is niet zoveel gebeurd. We gaan hier dus de sprintrace winnen. Goed gedaan. 8 punten erbij. Verkleinen de voorsprong naar Verstappen. En dan starten we ook op pole position. In de hoofdrace. Goed gedaan. Oh, ik word daar even vol van achteraan getikt volgens mij. Maar goed, die zat niet op te letten. Zo kreeg Drive of the Day. Nou, proficiat, proficiat. Uitslag van de sprint. Wij pakken dus de pole position voor de hoofdrace met 8 punten erbij. Sainz naar de tweede plek. Verstappen op P3, Gasly 4, Leclerc 5, Russell 6, Perez 7. En Zhou pakt het laatste punt voor Haas. Schumacher 11, jammer. En 2 uitvallers, Tsunoda en Alonso. Klassement, 8 punten verschil naar Verstappen en staan gelijk met Perez. Dus is het op naar de hoofdrace en kijken of wij misschien wel de leiding kunnen overnemen van de landgenoot. Daar gaan we dan. Hello there and welcome back to Imola.
home circuit of the Scuderia Ferrari. We expect to see a lot of local supporters in red today. They've all turned out for what we have every expectation will be a sensational event here at the Emilia-Romagna Grand Prix. 3.1 miles of track at Imola featuring 19 turns, 9 to the right and 10 to the left. Remember that Imola differs from most other Formula One tracks as it's driven anti-clockwise. Let's hope nobody forgets that today. The exit from turn 18 will probably be the setup for many of today's overtakes, leading as it does into the longest straight on the circuit, and it's only DRS zone. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. The Professor lines up on pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Gasly, Charles Leclerc, and Russell. Perez, Magnussen, Norris, and Michael Schumacher. Teo Pourchaire, Albon, Daniel Tictum, and Mick Schumacher. Latifi, Ocon, Robert Schwartzman, and Guan Yu Zhou. Oscar Piastri, Stroll, Fernando Alonso. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Yuki Tsunoda. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Anthony Davidson, a lot of talented drivers out on the track today, but what will stand out for you? My focus is 100% on the front of the grid. Like you said, we're seeing a lot of strong competition across those positions, so it'll be super interesting to see the fight for that front spot. Personally speaking, I'm hoping for plenty of overtakes. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Stel me niet teleur, zegt Priestley. Je weet wat je kan doen. En we gaan gewoon voor de overwinning. Na pole position te hebben gepakt in de sprintkwalificatie, zowel ook in de hoofdrace. En kijken of wij dit keer wel goed wegkomen van de formatieronde. Nee, want we zaten niet op te letten. En Sainz heeft ons ingehaald. Maar goed, dat geeft niks, want die halen wij zometeen weer terug mooi in. Dan is ook de vraag, komen wij zometeen ook goed weg? Of is het weer Sainz die de leiding pakt in de eerste ronde? Net als in de sprint race. Wat kan Sainz vanaf die tweede plek? Wij hebben die positie inmiddels weer overgenomen. En de banden flink opgewarmd. Verstappen op P3, Gasly 4, Leclerc 5. Die volgorde kennen wij. In de sprint was dat ook zo het geval. Maar toen was Russell op de vijfde positie. Dan is de vraag, wat kan Verstappen op die derde plek? Net als in de sprint kwam hij heel goed weg. We moeten Sainz vooral in de gaten houden en gaan weer naar rechts toe om Sainz proberen af te knijpen. Net als in de sprint. En nu moet iedereen weer aansluiten en dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 52. Maar dan voor de hoofdrace. 32 rondes lang knokken voor wat we waard zijn. Komen wij goed weg? Pakt Sainz weer de leiding van ons net als in de sprint? Dat is nogal de vraag. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Emilia-Romagna. Starten op pole position, Sainz op de tweede plek. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. Komen dit keer beter weg, maar Sainz nog beter weg. Zit al aan de binnenkant en is er al voorbij. Net als in de sprint pakt hij de leiding. Maar pakken wij hem hier weer terug? Jazeker, dat doen we. Wielen haken daar in elkaar. Sainz geeft niet op. Verstappen zit daar ook een beetje te koekeloeren. Wij behouden mooi de leiding en Sainz gewoon 3 plekken verloren na een aanvaring met ons. We stappen naar 2. Perez en Leclerc knokken om P3. Leclerc dus naar P3. Perez dit keer nu weer naar P3. Het gaat op en neer tussen die twee. Sainz dus P5. Dan zitten we ronde nummer 3. Als wij even de snelste race ronde noteren met een 1.20.465. We stappen al op 1,1 seconde gereden. Doen we goed. Iedereen nog in competitie? Jazeker, zo hoort het. Tot nu toe een prima wedstrijd voor ons. Herhaling van wat er is gebeurd bij de start. En weer dat achtergrondmuziekje erop, hè. Alweer dat achtergrondmuziekje erop, wat ik gewoon niet weg kan krijgen. Sainz aan de buitenkant. En dan, ja, doet Sainz dit gewoon
uit zijn eigen. Hij stuurt tegen mijn auto aan. Ik wil weg. Maar Sainz geeft niet op. Haakt gewoon in mijn auto. En daardoor verliest Sainz 3-4 plekken. Eigen schuld, dikke bult, zou ik zeggen. En dan zit Sainz hier klem tussen Perez en Leclerc. Kan er niet langs. En dan zitten we in de vierde ronde van de race. Als het geel is in sector 1. Want daar is iemand direct doorgeschoten. Sergio Perez. Volgens mij wou hij een aanval doen op Verstappen. De wielen blokkeerden. En Perez dus helemaal stilgestaan. Moet vanaf de laatste plek terugkomen in de wedstrijd. Teleurstellend voor de Mexicaan. Teleurstellend voor Christian Horner. Gelukkig voor ons. Dat is een bedreiging minder. Hier dus een herhaling. Perez met DRS er voorbij. Zij aan zij, de beide Red Bull rijders. En Perez vergalopeert zich. En staat hier stil in de grindbak. Staat heel lang stil in de grindbak, omdat iedereen er voorbij moet. En nu pas kan hij weer op de baan terugkomen. Heel veel plekken en heel veel secondes verloren. We zitten in de zevende ronde van de race. Als Charles Leclerc naar ons is toegereden voor misschien wel een eerste echte aanval voor de leiding in de wedstrijd. Zometeen op dat rechte stuk. De rest is allemaal sneller. Want die hebben een setup gepakt die ervoor zorgt dat ze snel zijn op het rechte stuk. Wij moeten het vooral hebben van het bochtige gedeelte. Daar zijn wij ijzersterk op. Kijk maar naar Italië. En we zitten in de achtste ronde van de race. En daar zit Charles Leclerc te kijken voor een aanval. Kan hij er langs? Nee, kan er niet langs. Wordt daar even geblokkeerd door ons. Door mij. Leclerc nog steeds op P2 voor Ferrari. En hier kan hij helemaal niks. Een ronde later in ronde nummer 9 zitten wij. Nog steeds Charles Leclerc achter ons, Carlos Sainz na P3. En wij maken hier een klein foutje en raken Leclerc. Charles Leclerc zijn voorvleugel helemaal weggereden door een aanvaring met ons. Wij hebben trouwens geen schade aan de sidepod. En Leclerc moet naar binnen voor een nieuwe neus. Gaat daar heel veel posities mee verliezen. We zitten in de tiende ronde van de race. Als het daar geel is bij sector 1, bocht nummer 1 en 2, daar is iets niet goed gegaan, want de McLaren staat daar stil. Latifi is uitgevallen volgens mij met een aanvaring met Mick Schumacher en de safety car op de baan. Leclerc naar binnen voor een nieuwe neus. Dat is gunstig voor hem. Latifi dus uitgevallen, 0 punten voor de Canadees. En gaan dus naar binnen in tijdens deze safety car fase om de medium band te dumpen en naar de harde band toe te gaan. Dan hoeven wij maar één keer naar binnen. Herhaling. Wat er is gebeurd. Schumacher. Ik denk dat hij gespind is. Of is het Zhou? Nee, het is Zhou. Zhou Guanyu is gespind. En raakt. Alhoewel, Latifi raakt Zhou. Ik dacht even dat het Mick Schumacher was. Omdat hij in de vorige wedstrijd ook was gespind. Nu is het zijn teamgenoot Zhou. En die kan gewoon doorrijden. Een 360 graden spin van de Chinees. En Latifi kan hem niet ontwijken en zijn linker voorband ligt eraf. Nou, jammer, maar helaas pech voor hem. En dan zijn we naar binnen in de pitstop. In de pitstraat moet ik eigenlijk zeggen. En Verstappen gaat door. Gasly gaat door. Wij rijden zometeen op de harde band. Hetzelfde geldt voor Michael Schumacher. Die gaat ook door op de medium band. Magnussen. Sorry, Alonso ook naar binnen gedoken. Alonso niet naar binnen gedoken. Tsunoda ook niet naar binnen gedoken. En wij komen terug op een P6. Op de harde band. De rest voor ons moet allemaal nog een keer naar binnen. En die gaan heel veel tijd verliezen. Ik snap ook niet waarom Schumacher niet naar binnen is gedoken. Maar goed, dat is allemaal achteraf. Nog 20 rondes te gaan. En dan zijn aanbeland bij weer de herstartprocedure met Verstappen volgens mij aan de leiding. Zitten daar te kijken bij Yuki Tsunoda. Moet de Sainz ook even in de gaten houden. DRS nog niet beschikbaar gesteld. ERS wel. En we vallen Tsunoda misschien aan. Nou, Tsunoda is ook snel op dat rechte stuk. Pakt slipstream van Alonso.
En wij vallen hem daaraan aan de binnenkant. Jazeker, duwen Tsunoda daar mooi wijd. Sainz kan profiteren. En wij dus naar een P5. Op naar Fernando Alonso die in de sprint uitviel. Gele vlag. Maar nu weer groen. We kunnen weer verder. Aan de buitenkant kijken van Schumacher. Lukt dat? Dat lukt niet. Michael zet hier een gevecht in wat niet de bedoeling is. Gaan daar iets op het grind. En Michael kan hier terug aanvallen. Dit is eigenlijk niet zoals het hoort. Want Schumacher moet mij gewoon voorbij laten. Waarom? Hij moet nog een keer naar binnen. Dus wat heeft vechten dan voor zin? Helemaal niet. En daar aan de binnenkant proberen. Schumacher gaat hier vol verdedigen. We kunnen er niet langs. Dit kost alleen maar tijd ten opzichte van Verstappen. En gele vlag omdat daar iemand stilstaat. Dat is volgens mij... Wie is het eigenlijk? Geen flauw idee. Maar goed, jammer voor hem. Ik denk dat het Mick Schumacher is die uitvalt. Daar nogmaals proberen in ronde nummer 15. Aan de buitenkant van zo'n vader van Michael Schumacher. Lukt ook niet. Schumacher gaat hier onnodig veel tijd verliezen. Ook aan mij. En Verstappen is er al vandoor. 1,6 seconden. Nou weet ik niet of die twee nog naar binnen moeten. Hetzelfde geldt voor Pierre Gasly. Oh, daar wou Sainz even kijken. Ik zag het, maar wij gooiden de deur daar mooi op tijd dicht. En hier op de exit is Schumacher definitief gezien. Het is een beetje krapjes tussen ons tweeën. En dat lukt. Jazeker. Michael Schumacher verschalkt. Eindelijk in de 15e ronde. We zitten in ronde nummer 17 van de race. Als ze daar een klein foutje maken en hier wat tijd gaan inleveren op Carlos Sainz. Die zit te kijken voor een aanval naar P1. Russell op P3. Norris 4. Magnussen op de 5e positie. Schumacher naar binnen gedoken en komt helemaal in het achterveld terecht. Hetzelfde geldt voor Max Verstappen. We zitten over de helft van de grote prijs. Jazeker. Dus nu nog even, 16 rondes, 15 rondes nog even goed maken. Nog even goed gaan knokken. En dan is deze overwinning ook voor ons. Maar we zijn er nog niet. In ronde nummer 20, daar zit George Russell te kijken. Lukt net niet. En Russell is hem kwijt. George Russell is zijn auto kwijt. Na een aanval op ons kwam daar volgens mij op die broodjes terecht. Daardoor was zijn auto uit balans en kon hij hem niet meer recht zetten. En Russell naar P5. In de 20e ronde van de race. Nog 12 rondes te gaan. Leclerc op P4, Magnussen op het podium. Goed gedaan voor de Williams rijder, maar moet het nog even zien vol te houden. Ten opzichte van Charles Leclerc die vele malen sneller is. Herhaling van George Russell in ronde nummer 20. Wat er zo net is gebeurd. Heeft hier een betere exit. Wij gaan hier verdedigen. Zometeen gooien wij de deur dicht. Het is Russell die toch echt op dat broodje belandt. Daardoor heeft hij een moment overstuur. Corrigeert te veel. En dat betekent grindbak. En een aantal posities verloren aan de concurrentie. Jammer George, jammer. Maar goed, al met al een prima wedstrijd voor ons. Wij gaan hier ook de hoofdrace winnen. Een perfect weekend. Bijna, want we hebben geen snelste race onderpunt, maar dat geeft niks. Pol in de sprint. Pol voor de sprint. En beide races gewonnen. Goed gedaan. En verover hiermee de leiding in het klassement van Verstappen. Twee overwinningen op een rij. Goed gedaan. Is het op naar de volgende wedstrijd. There's a few disappointed faces up and down the pit wall after that one, but not here. They've secured a phenomenal victory. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? I think it was clear what the main contributing factor out on track was: speed. I know it sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. Here comes your top three, making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One.
Nou goed, hier hebben we dan dus de uitslag van het weekend. Wij pakken dus ook de overwinning in de hoofdrace. 2 uit 2 in deze grote prijs. Ik weet niet wie driver of the day krijgt, maar goed, dat boeit mij niet zoveel. Leclerc naar 2, Norris 3, Magnussen 4, Russell 5, Perez 6, Dan Tickton 7, Theo Poitier 8, Ocon 9 en Mick Schumacher naar de 10e plek. Twee uitvallers. Joe en Latifi. Nou, en pakken ook de leiding in het koersklassement. 13 punten verschil naar Leclerc. Goed gedaan. En klimmen richting Ferrari. Voor P2. Doen het goed. Michael Schumacher moet nog zijn een moment laten zien aan ons. Anders is het snel gedaan met de zevenvoudig wereldkampioen. En gaan wij hem dumpen voor iemand anders. Misschien nog dit wel seizoen. Maar goed, 3 van de tijdbreakdown. Plus 5 voor mij, plus 3 voor Perez. Maakt 15 tegenover 15. Daar luidt je winst. Dus ja, staan er goed voor. Het teamacclaim is level 25 volgens mij, als ik dat goed zeg. Ja, level 25. Wij dus level 19. Schumacher level 18. En van alle drie sponsoren geld binnengekregen, maar $719.000. Helaas hebben ik en Michael wat schade gereden. 65k erbij. In totaal op de bank is het $13.72 miljoen. Dus goed, een prima resultaat voor ons. En hopen dat het alleen maar meer wordt. Want misschien kunnen we dan een andere rijder gaan uitzoeken. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bedoel ik dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me hoe je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 22 My Team Creamed Content. Het is vandaag eerste kerstdag, dus een fijne kerst. Ik heb volgens mij al gisteren ook al gezegd in mijn video. Maar goed, dit keer is het officieel eerste kerstdag. Een fijne kerst. Een fijne kerst. Maar nog geen gelukkig nieuwjaar. Waarom? Ja, ik moet even kijken. Op de 31ste komt er gewoon weer een video online. Dus nog even wachten met de feestvieren. En vuurwerk, ja, boeit mij het. Als jij nu al vuurwerk wil gaan afsteken, lekker doen. Lekker doen. Andere zaken. Ik ga deze video nu echt even afronden. Het is definitief afsluiten. Ook even op de sociale media. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Dit was Jinan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dan gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.